Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 19 van de Eredivisie en natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen in speelronde 20. Eerst wil ik even zeggen dat er vorige keer bij de vorige aflevering, wat we waarschijnlijk allemaal gemerkt hebben, iets fout is gegaan met de punten. Omdat YouTube een soort van bug had, waardoor ik dus niet alle reacties kon zien. Dat was heel zonde, maar gelukkig heb ik alles in de mail terug kunnen vinden. En heeft iedereen uiteindelijk nog de punten gehad die verdiende. Dus die zie je straks ook in de top achter allemaal gewoon weer bij staan. Je kan altijd het bestand van met de volledige stand in de beschrijving vinden. Dat kan altijd, maar ik denk dat jullie dat wel weten. Laten we eerst eens gaan kijken wat er is gebeurd. En PEC Zwolle Heracles werd 2-2. Dat was de eerste wedstrijd van deze speelronde. FC Emmen verloor met 0-2 van PSV. FC Groningen ADO werd 3-0. AZ verloor met 0-1 van FC Utrecht. RKC verloor met 1-2 van Fortuna. VVV Vitesse werd 4-1 door 4 keer Gaya Koumakis of zoiets. Een hele aparte naam, maar hij staat dik bovenaan in de topscorers ranglijst. Heerenveen Feyenoord werd verrassend 3-0. Sparta liet FC Twente op 0-0. En Ajax tegen Willem II werd 3-1. Dan is dit op het moment de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat weer bovenaan, of nog steeds bovenaan met 47 punten. Dan komt PSV met 43 punten. Vitesse staat derde met 41 punten. Dan komt AZ met 37. Feyenoord staat vijfde met 35 punten. Dan komt FC Groningen met 34. FC Twente staat zevende met 29 punten. Dan komt FC Utrecht met 27 punten. Op nummer 9 staat Heerenveen met 25 punten. En dan hebben we maar liefst 4 ploegen met 22 punten, namelijk Sparta, Heracles, Fortuna en VVV. PEC staat 14e met 21 punten. Dan komt RKC met 14 punten. ADO heeft 11 punten en staat 16e. Op nummer 17 staat Willem II en onderaan staat FC Emmen met 6 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. De weekwinnaars waren Luc en Romano. Romano doet pas 5 wedstrijden mee, maar is al 3 keer weekwinnaar geworden. Dat is heel erg knap. We hebben hier een natuurtalent. Als hij volgend seizoen het hele seizoen meedoet, wordt hij misschien wel winnaar van een heel seizoen. Maar ja, dat zien we volgend jaar weer. Op dit moment staat Luc bovenaan met 168 punten. Dan komt Mikey met 164 punten. Nax staat derde met 160 punten. Dan komt Dilano met 157 punten. Jesper staat vijfde met 156 punten. Dan komt Novi Omaga met 152 punten. Op nummer 7 staat Tijne met 148 punten. En Jarno staat achtste met 143 punten. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. Dan zijn dit de wedstrijden van speelronde 20 die we gaan voorspellen. Heracles moet thuis tegen FC Groningen. FC Utrecht ontvangt PEC Zwolle. Fortuna moet thuis tegen VVV. Vitesse moet tegen RKC Waalwijk. FC Twente ontvangt Heerenveen. Feyenoord moet in de Kuip tegen PSV en Kraker. Willem II moet tegen FC Emmen. ADO Den Haag ontvangt Sparta. En dan hebben we nog een kraker, namelijk AZ tegen Ajax. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zien jullie heel graag weer volgende week bij een gloednieuwe video. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.